Het geneesmiddel van de week is Succinylcholine. Waarom Succinylcholine? Succinylcholine is een spierverslapper die wordt gebruikt tijdens operaties en om intubaties mogelijk te maken. Een andere generieke naam voor Succinylcholine is Succametonium. In het filmpje over rocuronium leg ik uit hoe een spiercontractie tot stand komt. Acetylcholine is de belangrijkste neurotransmitter van de motorische eindplaat. Om snel een tweede contractie mogelijk te maken, wordt acetylcholine snel weer afgebroken door het enzym acetylcholine esterase. Succinylcholine is in tegenstelling tot acetylcholine niet gevoelig voor dit enzym. Succinylcholine bindt dus wel aan de receptor en zorgt voor depolarisatie. Maar de receptor voor acetylcholine blijft bezet. Hierdoor kan geen repolarisatie optreden en treedt aanvankelijk misschien wel een spiercontractie op, maar deze dooft snel weer uit. Doordat dit werkingsmechanisme op depolarisatie berust, valt succinylcholine onder de depolariserende spierverslappers. En is van deze groep eigenlijk de enige die nog wordt gebruikt. Succinylcholine is alleen intraveneus beschikbaar. Het voordeel van succinylcholine is dat het direct werkt. In sommige spoedgevallen, bij spoedintubaties of spoedoperaties, is het noodzakelijk om direct en snel te kunnen verslappen. Succinylcholine is dan middel van eerste keus, vooral ook omdat het een kortere werkingsduur heeft ten opzichte van niet-depolariserende spierverslappers. Omdat de spieren wel depolariseren, treden vaak willekeurige spiercontracties op na injectie. Dit worden ook wel fasciculaties genoemd. Deze doven snel uit, maar kunnen wel leiden tot postoperatieve spierpijn. Een andere bijwerking van succiniocholine is bradycardie. De neurotransmitter acetylcholine maakt deel uit van het parasympathische zenuwstelsel en dus zijn er parasympathische effecten te verwachten. Gezien de korte werkingsduur is vooral de bradycardie van belang. Daarom wordt er vaak atropine, een parasympathicoliticum, gegeven voorafgaand aan de succinylcholine. Een derde belangrijke bijwerking is een hyperkaliëmie. Tijdens depolarisatie stroomt natrium de spielcel in en kalium de cel weer uit. En Tijdens repolarisatie gebeurt het omgekeerde. Maar nu is die repolarisatie gestoord en kan er dus alleen een kaliumrelease optreden. Men moet daarom altijd bedacht zijn op ritmestoornissen bij het gebruik van succinylcholine. Een vierde belangrijke bijwerking is maligne hyperthermie. Het oxidatieve metabolisme van de spieren kan ontsporen, waardoor er in korte tijd veel warmte ontstaat. Er is dan veel zuurstof nodig en is de zuurstoftoevoerende capaciteit van het lichaam onvoldoende om dit energie- en zuurstofverbruik aan te kunnen. Bij niet-tijdige erkenning kunnen mensen hieraan overlijden. Maar het is een zeer zeldzame bijwerking die alleen voorkomt bij mensen met een afwijking aan een bepaalde spiercelreceptor. Succinylcholine wordt uiteindelijk afgebroken door het enzym pseudocholine-esterase. Sommige mensen missen dit enzym en blijven daardoor vaak uren verslapt omdat het effect van succinylcholine niet goed geantagoneerd kan worden, moeten deze mensen dus beademd blijven tot hun volledige spierkracht weer terug is. Samengevat: succinylcholine is een depolariserende spierverslapper en wordt meestal gebruikt in spoedsituaties. Belangrijke bijwerkingen zijn fasciculaties, bradycardie, hyperkaliëmie en maligne hyperthermie. Een klein deel van de bevolking mist het afbrekende enzym Pseudogeline-esterase, waardoor verslapping een aantal uren aanhoudt.